is iedereen binnen. We gaan beginnen. De bar is daar. Daar kan je altijd drinken halen. Er is limonade, er is water, er zijn snoepjes, er is fruit. En Maaike staat achter de bar. En wat hebben we nog meer in de tent? Knutselen. Je kan ook knutselen. Als je helemaal klaar bent met die hutten, ga je lekker knutselen. Wat kan je nog meer doen? Bouwen. Oh, tato zetten. Je kan ook een tato zetten. Een echte, echte nep tato. Wat kan je nog meer doen? Oh, sminken. Sminken kan ook nog. Hebben we natuurlijk nog wel een hele belangrijke persoon hier. Dat is de burgemeester van het Geervlietse Zomerfeest, meneer Jeroen. Applaus! Ja, dankjewel. En goedemorgen allemaal. En ja, Geervliet is toch altijd wel een bijzonder stadje. Want waar eigenlijk alle kinderen in Nederland aan het einde van het schooljaar uitkijken naar het begin van de vakantie, kijken de kinderen in Geervliet aan het begin van de vakantie uit naar het einde van de vakantie. Want dan is het Geervlietse Zomerfeest en gaan we lekker hutten bouwen. Maar ook niet onbelangrijk voor de rest van Geervliet, is dat het eigenlijk al een week lang feest is met de opbouw, met het verzamelen van de spullen. En ik wil eigenlijk voor alle mensen in een rood shirt en in een blauw hesje, dat we daar met z'n allen een heel groot applaus voor geven. Dat is echt wat, ja. Want ja, het blijft toch altijd heel bijzonder hoe heel Geervliet eigenlijk dit omarmt en dit zijn hart sluit. En ja, hoeveel kinderen hier plezier aan hebben. En dat is wel een heel groot compliment waard ieder jaar weer. Maar ik weet ook dat ze niet voor mij zijn gekomen. Ze zijn gekomen om lekker hutten te gaan bouwen. Dus ik zeg, laten we heel snel aan de slag gaan om hutten te gaan bouwen. Want er zitten 86 kinderen hier te springen. En die hamers die zijn niet voor niets meegebracht. Dus zullen we aan de slag gaan? Nou, wat gaan we doen, Saskia? Wie durft er een wedstrijdje spijker in de pennen te slaan tegen Jeroen? Wie denkt dat hij gaat winnen? Hoe heet jij? We gaan aftellen, jongens. 5, 4, 3, 2, 1. Valse start. Ja? Ja, en daar gaan ze. En daar gaan ze. En het Geervlietse Zomerfeest is gewonnen door Rosalie! Ik heb stickers geplakt op verf daarboven. En ik heb schroeven ingedaan en weer ingehamerd. En wij hebben samen een tafel gemaakt. Ja, ik vind het heel leuk. Het duurt te lang om dat te bouwen. Het is leuk om te doen, maar het is ook wel vervelend dat kinderen soms een verfgevecht houden en op je hele gezicht vies gaan maken. Ja.
We hebben een bierkar gebouwd. Hoe werkt het ding? En we verkopen bier. Ik zou hem even...